Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Eli Oppenheimer, geboren op 23 juli 1879 in Woerden. Mei 1940 woonde Eli Oppenheimer, die polier was, samen met zijn vrouw aan de Koningsstraat 35 in Arnhem Centrum. De hoofdcommissaris van politie te Arnhem verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Eli Oppenheimer, woonachtig in Arnhem. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden Joden aangeduid die waren ondergedoken. Aldus Algemeen Politieblad nummer 2 van 14 januari 1943. Eli nog zijn vrouw overleefden de Tweede Wereldoorlog. Eli Oppenheimer overlijdt op 2 juli 1943 in Sobibor. Hij bereikte de leeftijd van 63 jaar.